De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Jappie! Simon, jij komt als geroepen. Als je maar van mijn letter afblijft. Heb je die naam nog niet op? Volgende week is kerstmis. Ik zuig er altijd op. Dat doe je er lekker lang mee. Vorig jaar tot na drie koningen. Simon, jij weet natuurlijk, ik zit al jaren achter het grote geld aan. Vertel mij wat. Je haalt het alleen nooit in. En voor een man met mijn kwaliteiten, Simon, komt er natuurlijk onverbiddelijk een dag dat ik het ook heb. Al is de gulden nog zo snel, Jaap Keuman achterhaalt hem wel. Spijker op de kop, Simon. En je weet het, ik ben een ruimhartig man. Dus ik zal jou altijd in mijn weelde laten delen. Heel graag, ja. Wat gebeurt mij vandaag op de bus? Ik sta bij Eindpunt Breedplein. Blijft er een vent in de bus zitten en die doet mij een vorstelijk aanbod. Joe. Een koninklijk aanbod. Echt waar? Een keizerlijk aanbod. Beton. 30 kerstbomen. Zo. 30 Noorse blauwsparren. Zo. Voor Simon zeggen en schrijven 1 piek per stuk. Zo. En wat hebben wij vandaag gekregen, Simon? Het heen en weer. Nee, Simon, onze kerstgratificatie. Ik 15 gulden, jij 15 gulden. Daar gaan wij die bomen van kopen. 15 bomen de man. Die ken ik bij mijn boven helemaal niet kwijt. Nee. Heb ik ook veel te weinig ballen voor. Die zijn voor de verkoop, Simon. We gaan ze verkopen. Aan wie? Aan wie? Aan mensen. Oh. Hier op de zaak, Simon. Bij jou op de zaak. Nee. Bij mij in de riool koopt niemand een boom. Vinden ze veel te veel stinken. Nou, hier op de RET ken ik met gemak 30 bomen kwijt. Ik kan ze om 6 uur gaan bekijken dat ik geen kat in de zak koop. Goud eerlijke zaak. We verkopen ze voor 2 gulden het stuk. 100% winst. Koop eens. Ik had van die 15 gulden van mij eigenlijk goudvissen willen kopen. Goudvissen. Sussie Janko. Nee, niet voor thuis, voor in de riool. Jij neemt je goudvissen mee naar je werk? Ja. Een jager heeft zijn hond toch ook altijd bij hem? En dan zwemmen ze toch weg, Simon? Niet als je lief voor ze bent. Wouwen jouw ouders eigenlijk kinderen? Nee, ik hoop eens. Het was een ongelukkie. Maar toen ik er eenmaal was, hebben ze me heel liefdevol in het weeshuis gestopt. Simon, 100% winst kan ik jou garanderen. Echt? En, Simon, dan kun jij 2 keer zoveel goudvissen kopen als eerste. Ja. Dat is niet zo gek natuurlijk, hè? Een paar maanvissen erbij. Top, die kopen ze, ik doe het. Nou ken ik je weer. Simon Stokvis, volgende week ben jij een vermogend man. Goedemiddag samen. Hey. Heren. Karel, Jo, Henkie. Jullie vallen met je neus in de boot, hè? Alweer. Het zal wel margarine wezen. Nee, zonder gekheid. Ik hoop dat jullie nog geen kerstboom hebben gekocht voor je dure geld. Schei eens uit. Ik koop mijn boom altijd 1 dag van tevoren. Dan is hij tenminste nog te betalen. Maar anders ik wel. Kijk, een kerstboom hoort met kerstmis en geen dag eerder. Dan doen alle jongens met dat loontje van ons. Maar man, zo goedkoop als bij ons, krijg je ze bij een ander niet eens na de kerst. Nee. Kijk eens even. Hoeveel ze kosten dan? 2 piek per stuk. Hij wel. Ja, originele blauwsparren. Zelf omgehakt. Regelrecht uit de Sahara. Sahara? Er staan toch helemaal geen bomen? Nee, nou niet meer. Simon, even serieus. Jongens, jullie geven je op bij mij. Vanavond om 8 uur heb ik ze in huis. En je betaalt als je er een haalt. Maar 2 gulden, daar kun je niet voor dobben.
Zet mij er maar op. Zo mag ik het horen. Ga mij er ook maar één? Oh nee, doe er maar twee. Ook eentje voor mijn schoonmoeder. Je gaat je zuurverdiende centen toch niet uitgeven aan een kerstboom voor je schoonmoeder? Juist wel. Dan blijven ze tenminste bij haar eigen thuis. Goedemiddag. Hey, jongens. Hey. Jongens, Koopman verkoopt kerstbomen voor 2 piek per stuk. Zo. Goh, nou, daar wil ik er wel één, Jaap. Heel verstandig, Christy. Vanavond om 8 uur kun je hem afhalen, Oranje Boomstraat 51B. Hé, hey, Jaap, doe mij er ook maar één. Heel verstandig, mannen. Hartelijk dank. Mede namens de goudvissen. Eerlijk meid, laat eens kijken. Moet je eens even luisteren. Het kerstdiner van prinses Gracia van Monaco. Prinses Gracia verrast prins Rainier dit jaar met een bijzondere copieuze maaltijd. Copieuze? Ja, dat is Frans dat lekker smaakt. Ja, dat zal best. Reken maar dat ze kunnen koken, hoor. Waar? Prinses Gracia, zou je denken? Tuurlijk, ze heet eigenlijk gewoon Grace Kelly. Nou, die heeft vroeger gewoon de handjes uit de mouwen moeten steken, hoor. Oh, nou, dat zal dan wel. Maar luister, vooraf ossenstaartsoep. Ossenstaartsoep? Ja, en daarna kalkoen mediterranee. Mediterranee? Ja, dat gaat zo. Men nemen een grote kalkoen. We strooien deze met provinciaalse kruiden. En braden deze gedurende 4 uur in de oven. En dan hier pommes gratins. Wat is dat? Dat zijn aardappelen, denk ik. Kijk maar op de foto. En dan de groenten niet doorkoken. Hoezo? Moet je ze rauw eten dan? Ja, dat is modern. Oh, dat is niks voor jou. Die wil het liefst alles prakken. Het is nou kerst, dan moet hij er maar eens aan wennen. Simon ook. Die heb ik ook moeten dresseren. Toen hij bij zijn moeder vandaan kwam, wou hij alleen maar appelmoes, de hele dag door. Maar goed. En dan staat hier als toetje crepes Suzettes. En wat is dat nou weer? Flensjes geflambeerd in cognac. Ja, dan moet je ze in brand steken. Ja. Kun je ze dan nog eten dan? Ja. Dan verbrandt de alcohol en dat geeft de flensjes een delicieuze smaak. Nou ja, prinses Gracia zal wel weten wat lekker is. Hè? Alleen maak me een beetje zorgen, is niet een beetje te duur voor ons. Toch, hè? Ossenstaartsoep, een grote kalkoen, cognac, allerlei groentes erbij. En ja, dan willen we er natuurlijk ook nog wel een flesje wijn bij. Die jongens die krijgen vandaag toch een kerstgratificatie. Moet genoeg zijn. 30 gulden. Dat is ook zo. Oh meid, wat gezellig, hè? Trekken we onze mooie jurken aan. De jongens in het zondagse pak. En dan leen ik van mijn moeder die mooie zilveren kandelaars voor op de tafel. Ja, het is wel jammer dat ik niet een beetje een mooi tafelkleed heb, meid. Oh, maar dat heb ik toch. Jij? Meid nooit gezien. Nou, vind je het gek? Die gebruik ik nooit. Als ik zie hem er 1 keer van laat eten, kan ik hem meteen weggooien. Mee naar boven, kan je het gelijk zien. Oh, ik verheug me er zo op, zus. Straks voelen we onszelf als prinsessen. Oh, als onze prinsen dan maar wel met mes en vork willen eten. Ja. Anton. Hey, Kees. Toch jammer dat we dat zootje niet op tijd weer kwijtgeraakt zijn. Hm? Ja, dan heb ik goed nieuws voor jou. Ik heb ze vanmiddag verkocht. Hé? Je zijn allemaal hartstikke ziek. Aan een buschauffeur. 1 gulden per stuk. Hij kan elk moment komen kijken. Nou, dan hoop ik dat hij opschiet. Want je weet hoe dat gaat met die sparrengriep. Die dingen vallen uit waar je bij staat. Wel, nee, die houdt nog wel een dag of 2 dingen. Hij voorzichtig! Daar zou je hem hebben. Hier, meneer Kooijman. De bomen staan trappelend van ongeduld op u te wachten. Hahaha, meneer Pieck, goedenavond. Goedenavond, dit is mijn collega Hulst. Goedenavond, meneer Hulst, hoe maakt u het? Dit is mijn medevennoot Simon Stokvis. Goedenavond, heer, goedenavond. Neem ons niet kwalijk dat we een tikkie aan de late kant zijn, maar er was een krach op de beurs, hè? Ja, mijn medevennoot Stokvis draagt mede met mij het financiële risico van deze transactie, want laten we eerlijk zijn, 30 gulden, het is geen kattenpis, hè? Nou, het is dat ik ze u beloofd had, meneer Kooijman, want mijn collega die vertelt me net dat hij vanmiddag etterlijke handelaren teleur heeft moeten stellen
die er het dubbele voor over hadden. Hoor je dat, Simon? Boffen wij even. Ja, echte Noorse blauwsparren, beste man. Zo groeien ze vandaag de dag niet meer in Finland. Finland? Nee, in Finland niet meer. Maar in Noorwegen nog wel. Hier ook. Maden in Kopenhagen. Nou, hoor je het, Simon? Dat zijn de beste die er zijn. Zeg, wij gaan inladen. Kan je even helpen? Maar natuurlijk, beste man. Natuurlijk, beste zo. Kerel. Zo. Ja, oké. Daar gaan we. Ja. Ja. De laatste. Zo. Prachtboompjes, hè, meneer Kooijman? Mm. Dan is 30 gulden toch geen geld? Nee. Simon, je zakkie. Oh ja. Nou, daar heb ik nou een jaar voor door de poep gekropen. En dan zeggen ze nog dat geld niet stinkt. Nippiek als een blaft. Prettig zaken met u te hebben gedaan. Zaken doen is gunnen, meneer Kooijman. Ja. Je hebt pas goed zaken gedaan als beide partijen tevreden zijn. Mijn idee. Jullie kopers, het lijkt je wel het Wienerwald, joh. Kan ik de heren dienen met een lekker bakje koffie? Nee, we moeten er nou echt vandoor. Hè. Die bomen die kunnen elk moment afgehaald worden. Ja, toch? U houdt ze dan niet allemaal zelf, meneer Kooijman. Nou, je kopers, het zou wel goed zijn voor je astma. Ik heb helemaal geen astma. Kom je dan zo kort ademen? Nee, ik heb de conditie van een paard. Ja, van een hobbelpaard. Heren, we hebben inderdaad geen boom. Daar houdt mijn vrouw niet zo van, die zet liever het stalletje. Ja, je weet hoe het is met kerstbomen, hè? Op den duur vallen ze uit. En daar houdt ze niet van natuurlijk, hè? Een huis vol naalden. Je weet hoe ze zijn, die huisvrouwen, liever lui dan moe. Wat is hier aan de hand? Arno, welkom op de Hoge Veen. Zijn jullie helemaal krankzinnig geworden? Goedenavond. Zalig kerstfeest allemaal. Zalig kerstfeest, heren. Ja, Kooijman, wat is hier in godsnaam gebeurd? Dit is handel, Nel. Daar gaan wij goud aan verdienen. Nee, niet weer, hè. Wat nou niet weer? Dit is toevallig wel de uitzwemmer van het jaar, hoor. Zo, Erika Terpstra is er niks bij. Dat heeft het allemaal wel niet gekost. Dat heb helemaal niks gekost, Nel. We hadden toch extra geld? Wat ga jij mij nou vertellen? Een kerstgratificatie, Nel. 15 gulden de man. Hebben jullie die uitgegeven? Niet uitgegeven, Nel. Geïnvesteerd. Geïnvesteerd, meneer de zakenman in de bocht. Inderdaad, Nel. Inderdaad. Dankzij mijn zakelijk inzicht en ongeëvenaarde slagvaardigheid hebben wij voor slechts 30 luttele guldetjes de hand weten te leggen op deze fantastische partij Noorse blauwsparren. Maden in Kopenhagen. Ja, meneer. Zakenmensen onder elkaar, Nel. De heren Piek en Hulst die hadden deze partij aan een ander gemakkelijk voor het driedubbele kwijtgekend. Maar ze hebben het mij gegund. Gegund, Nel. Ja, dat weet jij natuurlijk niet, maar zaken doen is gunnen. Ja, je hebt pas goed zaken gedaan, Nelly Kooijman, als beide partijen tevreden zijn. Nou, deze partij is anders allesbehalve tevreden. Je hebt je gewoon weer wat in je handen laten stoppen, Jaap Kooijman. Er is natuurlijk wat met die bomen aan de hand. Hiero, mevrouw de bioloog. Ja. Dokter Foppie Brouwer. Van wat leeft en groeit en altijd weer boeit. Nou, die bomen zijn zo gezond als een vis. Als een goudvis. En ons kerstdiner dan? Welk kerstdiner? Van Chris Kelly. Komt die ook? Altijd een lekker meisje gevonden. Nee, zus en ik zijn er de hele dag al mee bezig. Een kerstdiner uit de Eva. Het recept van prinses Gracia van Monaco. En daar hadden wij dat geld voor nodig. Nee, ik heb dus een vetje gevonden, hoor. Ja, het is wel twee verschillende stellen, maar ja, een kniezer die daarop let. Laat me zitten, zus. Al het geld zit in de bomen. Simon Stokvis, dat is toch niet waar, zeker? Wat denken jullie vrouwen toch klein? Wat is het toch goed dat er mannen zijn zoals ik, met fantasie, ondernemingsgeest en een vooruitziende blik. Ik heb deze bomen namelijk allang verkocht. Hij wel. Ik wel, ja, met 100% winst. Dat is dus twee keer zoveel.
Kan ik twee keer zoveel goudvissen kopen. Goudvissen? En waar ging je nou wel weer? Je weet toch dat ik daar nerveus van word? De hele dag die starende ogen. Ja, Kooijman, kort en goed, die bomen eruit of ik eruit. Nel Kooijman, om 9 uur zie jij hier de laatste boom de trap afgaan. Als ze pootjes hebben gekregen, zeker. Je wordt bedaard. Dat wordt deze kerst met zuurkool met spek. Nou hé, ze willen wel het kerstdiner van Herman Göring. Ja. Je kan veel van hem zeggen, maar niet dat hij niet wist wat lekker eten was. Fransie, twee Pietman. Ja, heel goed, heel goed. Kijk eens, Frans, daar staat hij. Dank en maak er wat moois van, hè? Hey. Niks te danken, Fransie. Nou, Jaap, dit is een heel mooi boompje. Dat zei ik toch, Chrissy? En dat voor twee scheren? Ik ben hartstikke blij met je. Nou, Chris, dat ben ik al jaren. Mijn zus die heeft het altijd over verhuizen. Maar ik woon liever met Jaap Kooijman in de Oranjeboomstraat dan zonder Jaap Kooijman op de Avenue Concordia. Ja, hoor. Nou, jongens, gelukkig kerstfeest allemaal. Ja, gelukkig kerstfeest, Chris. Nou ja, eerlijk is eerlijk, ik koop mijn boom altijd 1 dag van tevoren, maar dan heb ik toch nooit zo mooi, hoor. Zo mag ik het horen, Karel. Jij had er toch 2, hè? Ja, eentje voor mijn schoonmoeder, weet je wel. Nou, dat is dan 4 piek, Karel. Heb je terug van een tientje? Heb je terug van een tientje? Simon, geef jij deze brave borst eens even 6 pieten, mannen. Ja, zeker, ja, zeker. Zo, dat is dan 1 papieren knaak. Ja, dat zijn dan 8 heitjes en 15 bijsies. Zo, bus voor meneer. Zo, dan ga ik daar morgen eens eventjes mee langs de polier voor een lekkere verse kip. Kip? Wat eet je dan niet met de kerst? Je hebt makkelijk praten, Henk. Je bent alleen. Ik heb een gezin te onderhouden. Nou, zalig kerstfeest allemaal. Zalig kerstfeest. Mankeert er een kip dan, Henk? Heb ik heus wel leren waarderen, hoor. In de hongerwinter. Mijn hospita maakt fazant. Fazant. Weet je wat wij eten? Het kerstdiner van prinses Gracia van Monaco. Hier zo. Kalkoen. Kalkoen? 2 kalkoenen. Ja, de man. Flesje wijn erbij. Lekker dronken worden. Ja, misschien kom ik gezellig nog even langs. Ja, dat zou jij wel willen. Ga jij maar lekker ander verzand met die oude hospita van je. Ah, zalig kerstfeest allemaal. Zalig kerstfeest. Henkie. Nou, je kopers. We hebben er nog eentje over. Zullen we erom tossen? Simon Stokvis, oude vriend. Die boom schenk ik jou. Zo, ja, die kopers. Had ik niet op durven rekenen, hoor. De kerstgedachte, Simon. Vrede op aarde in de mensen heen welbenhagen. Amen. Goed. Nou, even verdelen. Nou, we hebben bij elkaar 58 gulden. Ik dacht 60. Nee, we hebben die ene toch niet verkocht? Oh ja. Nou, dat is dan 28 voor jou en 30 voor mij. Ja. We zouden toch 50-50? Ik heb jou die boom toch gegeven? Dat is waar, Jaap. Was die soep lekker of niet? Heerlijk. Jammer dat er geen ballen in zaten. Jaap, dit is ossenstaartsoep. Dat hoort zonder ballen. Hé, hey, mensen. Ossenstaartsoep. Zalig uiteinde. Ja, ben je mij net in? Ja. Ik help je even met de kalkoen. Zo. Appelbessen, zei die man. Ja, dat is goed spulletje, jongen. Hij wou me eerst een fles verkopen uit 1954. Het was nog 2 keer zo duur ook. Ik zeg, nou, die oude rotzooi, die drink je zelf maar. Wat je gelijk hebt, Jaap. Wat maak jij nou? Voor de goudvis, hè? Ja, voor de vis is het ook kerst. Waarom zitten ze eigenlijk in die pan? We kennen ze alvast winnen aan het donker, Jaap. Voor straks in de riool. Heel verstandig. Kijk eens even aan. Zo. Zo.
Zo! Is dit een koninklijke maaltijd of niet? Nou, Jaap, moet eerlijk bekennen, deze keer heb ik ongelijk gehad. Ja, Jaap, inderdaad, dankzij die kerstbomen eten we nu nog luxer dan Grace Kelly. Ik heb al eerder gezegd, dames, met mijn zakelijk inzicht valt niet te spotten. Hé? Nou ja, ga wel even open doen. Eerste kerstdag, wie kan dat nou zijn? Oh, Simon, als jij eens begon te snijden. Heel graag, Jaap. Dames, let op het springen van de lintworm. Olé! Henkie. De boom stond boven en alle nalen lagen beneden in de gang. En dan wou jij ons afschepen met één kalkoentje. Oh. Ja, 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 ja. Nou, dan moet je voor de aardigheid eens even opletten. Tada! Zo! Deze is van boven. Ja, ja. Hoera, hoera, hoera. Nou, mensen, waar kun je zo eten voor 2 gulden de man? 4 gulden, ja. Die boom van mijn schoonmoeder, weet je wel. Oh, ja. Nou, Karel. Dan neem jij straks dat karkas toch lekker voor de mee. Ja. Zeg, Chris. Ja? Jaap, die heeft mij verteld dat jij zo mooi kan zingen. Oh ja? Ja, dat kerstliedje van Bing Crosby, weet je wel? Bing Rosbief. Nee, uit die film met Danny Kaye en Rosemary Clooney. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There never has been such day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to go up north. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright.